Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Eriel Helsinga en wij gaan vol gas deze vlog in. We zijn momenteel onderweg naar Supercar Madness in Assen. Het weer is super goed vandaag. Het wordt vandaag 20 graden, dus dat is voor een dag in oktober super mooi weer. De aanmeldingen op Instagram heb ik gezien. Ik heb er bijna geen hypercars tussen gezien, dus ik ben benieuwd of die er wel gaan zijn. Ik hoop het enorm. Ik ga zo eerst bij de snelweg staan en daarna naar het event zelf. En jullie komen het allemaal te zien. We staan nu bij de snelweg. En ik heb echt al super veel gespot. Aventador, Performante, Ferrari 599, McLaren 600LT, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik sta nu hier bij Assen. Net hier nu ook een M2 langs. Ik wacht momenteel nog op een Enlargo. Daarna ga ik naar het circuit toe. Het circuit ligt letterlijk hier achter de bomen. We komen het zo allemaal te zien. We zijn nu binnen bij Assen. We lopen nu de TT-tunnel in. Momenteel zijn ze bezig met de Supercar Hot Laps hierboven. En ik ga eerst een beetje het event verkennen. En daarna gaan we alles op beeld zetten. En ik denk dat dit echt een super vette dag gaat worden. We staan hier al aardig wat leuke auto's. GT3 RS, Bentley, M3 of M4, Vantage. Achter alle challenge auto's. We staan nu op het terrein met alle supercars. Hier staat de F12 Enlargo, een van de 11, Camaro, 458 speciale. Zo, ik heb je in ieder geval even laten instarten de plaat. En die tijd heb je gekregen, want het is ook wel lekker weer om even te dansen. Maar er staat hier een Harry Schoppen voor het podium. Dus voordat we... GT3 RS. We gaan het jump down. Ja, zo hoe is het? Audi RS Q8 R-Up. Deze was van Max Wering. RS6. Het is een van de die hier ook nog compleet. En jij bent bekend vanwege je polootjes. Vanwege je zonnebrillen, dat was het. Hij is Q8. F-Type. Quadrofoglio. Shelby. GTR. Kunnen we hem eerst betrekken? Hierachter. Staat daar nog een. Wat betekent voor vrouwen? Een Largo. Rustig om een beetje op te warmen. Dus ik heel veel carspots in één keer heeft opgekomen. Kijk, Diablo, Gallardo, Superleggera, Murcielago, hier achter een Aventador, AMG, R8. Hier ook een R8 en nog een R8. Murcielago. Stil. 65 LT. Porsche. STO en een Murcielago SV. Dan heb je hier een Gallardo.
Aventador. Hurricane. Performante. Nog een performante. Super dikke spek. En hier nog een Gallardo. Ik heb momenteel mijn McLaren Golf Jacket aan en hier staat de Golf Livery 70S. Super dik natuurlijk, matcht weer met mijn jack. Hele interieur ook. McLaren's zijn natuurlijk, zoals de meesten van jullie wel weten, favoriete auto van mij. Dus dit is voor mij echt fantastisch natuurlijk. Oh. Dit is gewoon matchend. Maar ik vind dit echt een super toffe McLaren. Helaas gaat de Raptor wel af binnenkort. Dat is jammer, maar alsnog super dik dat we hem nog kunnen bekijken. We staan nu ready for display moment. Je hebt hier de Senna staan van de Twins. Scherp stelt. Yes. Senna van de Twins, 600 LT. Nog een 600 LT. 720S. F12 en Largo STO. Gallardo. Daarachter Performante. Hurricane. Porsche, F8, geel interieur, super dik, GT3 RS, BMW M4, Nissan GT-R R35, AMG C63S, BMW M4 Competition, RSS C8, M4 CS, GT-R R35, RS3, Murcielago. Het is echt niet normaal, super dik allemaal. Ik heb er super veel zin in verder en jezus. Oh, hol echt joh. We zitten momenteel in een STO Lamborghini. We gaan het circuit op, we gaan niet echt racen. Maar het is natuurlijk wel weer een hele ervaring. Nu het supercar display moment, super vet. Echt super dik, super dik dit. Het is één grote chaos hier, iedereen loopt nu op het circuit. Holy shit, kijk even, het staat helemaal vol. Het begint allemaal weer ietsje leger te stromen, worden weggestuurd. STO staat nog op slot, dus ik wacht nog even. Hier El Largo, GT3 RS, BMW M1, 600 LT, GTR Leslie, super dik. Oh, dat vind ik ook echt.
Wat een belevenis was dat. We staan nu weer terug. Auto's hier allemaal. Iedereen komt weer aanrijden. 027S. Super dik natuurlijk. Daarachter 812. Performante M5. 765 LT. Canivo Performante. Het is het einde van het event. Het is alweer voorbij. Ik heb net nog een shoot gedaan met de Senna. Dat heb ik helaas niet op beeld gekregen. Het is al donker. Iedereen is alweer aan het opruimen. Tesla toeters. Altijd grappig met zo'n USB. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En tot de volgende keer.